Ja, daar sta ik weer Brian Rompoe. Brian, uh, gefeliciteerd, want we zijn in Qatar. Klopt. Um, laten we eerst even beginnen over die wedstrijd van dinsdag. Er is veel kritiek op het Nederlandse elftal. Kan jij je daarin vinden? Wat Bergwijn zegt. Maar die zei niks, toch? Hij zei wat Davy zei. Oh ja, maar dat, dat ging over iets heel anders. Nee. Oké, okay, nou dan. Goed, dan zal ik even wat over die, over die wedstrijd vertellen. We doen natuurlijk veel kritiek op het Nederlands elftal dat ze niet echt met een diepe spits spelen. Je ziet het bij veel landen. En zodra er eigenlijk een centrumspits in komt, scoren die landen wel. Denk je niet dat Nederland ook gewoon naar 4-3 moet? Nee. Goed, we zijn hier nu in Qatar. Kijk je uit naar de rest van het toernooi? Ja. En hoe vind je, vind je het bijdragen aan, aan, de, aan de spanning in het toernooi? Dat bijvoorbeeld de kloof tussen de, de, de Europese landen en de Afrikaanse landen steeds kleiner wordt? Eigenlijk? Nee. Je bent een beetje kortaf, Brian. Heel. Wat is er aan de hand? Nou ja, ik uh, stond dinsdag eigenlijk gewoon basis. Oh? Dus ja, het ging niet zo heel goed met blind in zijn hoofd. En, uh, dus ik uh, sta in die spelerstunnel uh, vlak voordat het veld opgaan En uh, ik voel ineens uh, een kleve kinderhand. Weet je wel zo eentje waarmee je het veld op moet? Uh, prima verder. Maar uh, ik buig nog even voorover om mijn vetus los te maken. Dat had ik dacht, gezien bij Spanje, Dat lijkt, lijkt me een keer leuk om uh, uit te testen. En ik uh, ja, kom dan gewoon zonder na te denken in een zwiep omhoog. En dan raak ik het meisje gewoon vol. Echt ongenadelijk hard op de onderkin. O oh, jeetje. Ja, nou, ik vond wel dat ze heel makkelijk naar de grond ging. Maar goed, ze heeft natuurlijk ook uh, helemaal geen techniek, weet je wel. Dus die glazen kind van haar is gewoon helemaal weg. En uh, ja, dan huilen, huilen, huilen. Snitchen bij de moeder en zo. En ik snap heus wel dat je een keer moet huilen. Ik heb ook wel één keer diep gehuild bij mijn ellepijp. Uh, maar daarna moet je door. En ik vond wel dat ze daar heel erg in bleef steken. Dus. Uh, dat ziet de bondscoach dan allemaal gebeuren, heb ik ook weer. En die stuurt mij me gewoon meteen terug naar het hotel. Dus ja. Maar nou, het is wel heel zuur. Ja, zeker. Maar ik ben. Uh, Brian Rompuy is gewoon een, uh, een introvert. En die moet je gewoon uh, niet zomaar aanraken, denk ik dan. Ik wil ook wel gewoon de verrassing zijn van het uh, tournament. En dat vind ik dan uh, vervelend dat zo'n uh, peuter dat uh, ja, eigenlijk roet in het eten smeert. Dus dat is gewoon citroenzuur. Dus uh, ja, je kan je wel voorstellen dat ik uh, eventjes mijn katerplein van Doha wou uh, opzoeken. Maar goed. Nee, dat begrijp ik. Maar het is natuurlijk ook heel zuur voor zo'n meisje. Hoe, hoe is het nu met haar? Zij is uiteindelijk wel nog uh, in een brace uh, het veld opgerold. Zij wel. Ik heb er alleen naar geroken. Maar goed, het rookt wel heel goed. En uh, het rookt heel lekker. Ja, het valt me ook op dat je er wat anders uitziet uh, vandaag. Ja, ja, dat klopt. Ik uh, hoorde achteraf dat uh, haar vader. Uh, die Mexicaanse vechtersjas was. Die ook achter Messi aan zit. Dus uh, moet een beetje op mijn tellen passen eigenlijk. Oh, maar hij heeft inmiddels zijn excuses aangeboden aan Messi, dus ik denk dat het wel meevalt. Is goed, maar bij mij nog niet. Dus. Oké. Okay. Um... We gaan terug naar de studio. Dankjewel.